Ze zijn er maar druk mee. Kinderen uit Oegstgeest zijn donderdag kerstbomen aan het inleveren bij de gemeente. Vorig jaar werden de kinderen beloond met 50 cent per ingeleverde kerstboom. Maar dit jaar krijgen ze een loodje. En dat was dan ook de reden voor veel kinderen om donderdag actief buiten te zijn. En doen jullie dat omdat jullie dat leuk vinden? Nee, om de prijs. Nou, ik zat daar vroeger in pyjama en toen kwam hij aanlopen. Zullen we een kerstboom ophalen? En toen dacht ik, oké. En nu hebben we een kerstboom. De gemeente vindt het een geslaagde actie. Dan wordt er aan het milieu gedacht en de kinderen worden bij de actie betrokken. Ja, dat doen ze altijd. Het is een traditie dit. Vroeger hadden we een verbranding. En nu doen ze het op deze manier. Dat is voor het milieu. Nou, ze zijn wel enthousiast. Sommige gasten hebben 80 bomen, dus ja, de hele tuin ligt vol. Dus ja, die zijn een paar keer aan het rijden geweest, maar ja, dat is alleen maar leuk, joh. Ik vind het hartstikke leuk met die gasten bezig te zijn. Ja, echt grappig. Een beetje een sport van maken, weet je wel. Ik heb wel eens een zagrijn erbij gelopen, maar als je vrolijk bent, zijn de kinderen ook vrolijk. En dan ben ik altijd, dus dat is mooi. Er worden 23 prijzen uitgereikt, met een totale prijzenpot van €400 aan cadeaubonnen. De winnaars worden woensdag 16 januari om 16:30 bekendgemaakt bij het gemeentehuis van Oegstgeest.